Paul Snabel, goedemiddag. Goedemiddag, je bent hier op het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dankjewel. Daar ben je directeur sinds enige tijd. Ik vind het heel leuk je te interviewen in het kader van het Zorglab. Het Zorglab houdt aanstaande maandag een debat met woordvoerders van politieke partijen over de houdbaarheid van de GGZ. Keek ik net in de vitrine, in de hal, mooie hal trouwens. Zag ik een publicatie van jullie liggen van over sturen op geluk. Wil je daar eens wat over vertellen? Ja, we zijn bezig, en niet alleen wij, maar ook anderen, met veel onderzoek naar het geluksgevoel van mensen. En dan gaat het niet om het geluk van een moment, maar dan gaat het eigenlijk om de algemene tevredenheid met het leven en het gevoel dat het leven ook goed voor jou is geweest. En dan blijkt dus dat Nederlanders in het algemeen aangeven dat ze gelukkig tot zeer gelukkig zijn. We horen echt wel tot de gelukkigste volkeren van de wereld. Ook al denken mensen zelf dat dat niet zo is. Het blijkt toch zo te zijn. Zo'n 80% eigenlijk in elk onderzoek van de Nederlanders geeft aan in het persoonlijk leven gelukkig tot zeer gelukkig te zijn. En de mensen die aangeven dat ze echt ongelukkig of heel ongelukkig zijn, dat ligt zo ongeveer tussen de 1 en de 2%. Je mag er wel van uitgaan dat dat ook een groep is die met name ook door de geestelijke gezondheidszorg bereikt wordt of zou moeten worden. Want dat wil nogal wat zeggen als mensen van zichzelf zeggen dat ze heel ongelukkig zijn. Dan hebben we het eigenlijk indirect al over de GGZ. Hoe kijk je tegen de GGZ aan? De betekenis van de GGZ, de houdbaarheid van de GGZ? Nou ja, de geestelijke gezondheidszorg is natuurlijk, ook wel denken mensen dat dat niet zo is, eigenlijk een van de oudste onderdelen van de geneeskunde. De eerste, wat we nu zouden noemen psychiatrische ziekenhuizen, zijn dus al 500-600 jaar geleden in Nederland opgericht. En een aantal daarvan bestaan in een bepaalde vorm in die traditie nog steeds voort. Ze zien er natuurlijk heel anders uit, maar ze komen wel uit een hele lange traditie. Ook een instituut als de Koninklijke Maatschappij voor de Geneeskunst is opgericht door iemand die we nu een psychiater zouden noemen. Dus het is zeker niet zoiets van het is iets moderns. Eigenlijk in de hele geschiedenis zie je dat mensen een besef hebben gehad dat er mensen zijn met wie het niet goed gaat, maar die niet verstandelijk gehandicapt zijn, die niet dronken zijn en die het ook niet kwaad met de samenleving bedoelen. Dat kan ook, dat ze kwaad aanrichten. En dat je ze niet zo makkelijk kunt corrigeren. Nou, dat ik jou nou vraag een soort trendwatcher te zijn. Hè? Je kijkt in de toekomst. Hoe, als je die lijn doortrekt, welke ontwikkeling zie je dan voor de GGZ? Het gaat nu veel over zelfmanagement. Dat wordt vaak wat gerelateerd aan dat het goedkoper moet. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het is natuurlijk een gedeelte zeer sterk geprofessionaliseerd, de geestelijke gezondheidszorg. Je ziet toch ook wel dat er steeds meer belangstelling is voor dingen die mensen zelf kunnen doen. Dus langs e-health of e-mental health, dus dat je zelf programma's uitvoert die helemaal geprotocoleerd zijn. Dat kan voor heel veel gedragingen en problemen die mensen hebben, kan dat heel effectief zijn. Maar je ziet natuurlijk ook altijd een groep mensen voor wie dat eigenlijk allemaal te weinig is. Dat het gewoon niet gaat op die manier. Als jij, wat men dan meestal noemt, als mensen schizofrene aandoeningen hebben, dat betekent toch vaak dat ze sterk geteisterd worden door waandenkbeelden, psychose zoals we dat noemen, of dat ze een gedrag vertonen waarbij ze eigenlijk niet meer normaal kunnen functioneren. De zogenaamde negatieve symptomen, terugtrekgedrag, eigenlijk niet makkelijk sociaal kunnen functioneren. Dan zie je toch dat er hulp bij nodig is, steun bij nodig is. U vertelde je dat de GGZ in Nederland een hele grote traditie heeft. Daarom vinden wij het ook zelf ontzettend leuk dat we in het Dolhuis zitten in Haarlem. Die hele oude traditie helpt vandaag de dag niet heel erg om de GGZ zeg maar op een goede manier onder de aandacht te krijgen. Lijkt een beetje in een verdomhoekje te zitten. Debat wordt gedomineerd door dure geneesmiddelen, ziekenhuizen. Wat staat de GGZ er eigenlijk te doen? Nou, het probleem voor de geestelijke gezondheidszorg is natuurlijk dat het niet een populaire sector is. In die zin dat mensen vaak toch het idee hebben dat het problemen zijn dat als je maar flink bent, dan kom je er wel overheen. Nou, dat is echt een ernstig misverstand. Dat is maar zelden het geval. Zeker niet de mensen die echt al in de geestelijke gezondheidszorg terechtgekomen zijn. Die hebben echt die hulp en die steun nodig. En juist omdat het iets is wat mensen toch vaak ook wat moeite mee hebben om dat te begrijpen en mee om te gaan, zie je dus ook dat men al gauw denkt, het kan daar wel wat minder. Maar laten we ons wel realiseren, als je praat over de verstandelijk gehandicaptenzorg, dan praat je op dit moment over 6 miljard euro voor ongeveer 60.000 tot 80.000 mensen. Maar als je praat over de geestelijke gezondheidszorg in de brede, praat je ongeveer over 5 miljard voor bijna 1 miljoen mensen in totaal. Nou, daar zit een kern in van mensen met zeer ernstige aandoeningen die heel veel begeleiding en heel veel zorg nodig hebben over langere tijd. En dan om zich heen zit een hele grote groep mensen die toch die aandacht, die tijd en dat, ja, ook die hulp, de therapie of het advies voor een relatief korte tijd nodig hebben. Maar dat wel nodig hebben om verder te kunnen komen. Een moeder in een gezin met kinderen waarvan de moeder heel erg depressief is, dat is een ramp voor dat hele gezin. Niet alleen voor haarzelf.
Voor het hele systeem hoor ik je eigenlijk. Het sociale systeem waarin zij functioneert, zij kan niet goed functioneren. De kinderen krijgen minder aandacht dan ze eigenlijk nodig zouden hebben. Dat zijn echte drama's. Mensen met verslavingsproblemen, mensen die dementeren, dat valt voor een deel ook in het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, al hebben we dat daarbuiten georganiseerd. Mensen die heel angstig zijn, die niet meer naar buiten durven, die onredelijke, en dat weten ze zelf vaak ook, dat het een onredelijke angst is, maar dat je je daar toch niet tegen kunt verzetten. Ik zou je tot slot willen vragen, wij zitten aanstaande maandag in Dolhuis met die Kamerleden. Zou je eens in de Kamer iets toe willen wensen, een soort opdracht voor het debat? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat het besef, wat we al zoveel jaren proberen te versterken in de samenleving, het besef dat psychische aandoeningen, psychische stoornissen, dat ernstige aandoeningen zijn, dat daar echt ook zorg en aandacht voor nodig is, hulp bij geboden moet worden, dat dat besef ook zijn weerklank moet vinden in de manier waarop we onze gezondheidszorg organiseren en financieren, dat we ook de middelen daarvoor beschikbaar blijven stellen, zodat de geestelijke gezondheidszorg het werk kan doen waarvoor ze in het leven is gekomen, maar ook waarvoor ze de mogelijkheid moet hebben om dat verder tot ontwikkeling te brengen. Want op dat gebied is er ook juist in die sector nog heel veel te doen. En ik hoop dat dat een impuls kan krijgen op de 3 september in het Dolhuis in Haarlem. Nou, ik wil je hartelijk danken voor dit interview. Het was fijn dat het kon. Wij gaan proberen er een goed en een zinnig debat van te maken. Dankjewel. Graag gedaan.